in het leidingpad. Lijken de eerste drie toch goed bij elkaar te liggen. Houdt Sven de leiding of kan Go? Het lijkt erop dat Martina nu toch moeite met één van de eerste rol. Oh, en hij laat zich overtuigen voor Martina. Nina nu dus op de tweede plaats, Sven verloren en op de derde plaats is Hielke de Boer. Ah. En we zijn los dat ik met nummer 19 Hielke de Boer als eerste bocht instel. Daar moet je op een eerste plaats in deze A-finale. Hielke de Boer deze A-finale gaat winnen. Het is Hielke de Boer die als eerste op het team stond. Het is de tweede Niels Bergsma. Als derde hebben we Luigi de Lang. En als vierde bijna binnen. En we zijn los in de B-finale. Het is meteen Jonis de Lang. Kan er ook niet nog iets doen. Komt Joris nu over de actie. Hier in de actie van Romy. Duidelijk winnaar.